Gefeliciteerd. Toch? Hebben jullie een goede dag uitgekomen? Ja, wel. Ik ben Sjoerd Elmdouwen en ik ben directeur van de Euromast en wij vieren vandaag de 58ste verjaardag van de Euromast. We delen taart uit voor onze gasten. We hebben een nieuwe Euromast-bewoner, Zizi. En we hebben als cadeau voor de 58ste verjaardag een prachtig kunstwerk gekregen waar we zo meteen even naartoe zullen gaan. Rotterdam heeft een nieuw herkenningsteken gekregen. De Euromast. De bouw ervan is letterlijk met stoom gegaan. Het zand en het grind werden verwarmd om elk oponthoud uit te sluiten. Het beton werd eveneens op een gunstige temperatuur gehouden en zo kon het werk in een bijzonder hoog tempo vorderen. De ene lading beton na de andere gleed omhoog door de schacht in het hart van de reuzenpilaar die ruim 100 meter boven de Maasstad uit zal turnen. Op het werkplateau bovenin de betonnen mast werd de specie aangevoerd en verdeeld over de bouwmuren in de 9 meter wijde zuil. Met 3 ploegen van samen 100 man ging het werk continu door. De imposante mast wierp tijdens de bouw al zijn schaduw over de stad. Het publiek waarvoor op de toren een restaurant en een uitkijkplateau met 900 plaatsen zal komen, hield de stand bij. Hydraulische vijzels trokken de zogenaamde glijbekisting waarbinnen gewerkt werd, gemiddeld 4,38 meter per etmaal omhoog. Zo kwam het Rotterdamse betonwerkstuk in 23 dagen, 7 uur en 59 minuten op een hoogte van 102 meter en 30 centimeter. De uitkijktoren zal een der grote attracties zijn van de internationale tuinbouwtentoonstelling in 1960, maar bovenal een symbool van de hoge vlucht van de Tweede Wereldhaven. Stuurhut op de eerste etage. Ja. Wat zit erin? Momenteel zit er daar onze HR-afdeling. Vroeger, ik was er zelf niet bij, maar heb ik vernomen dat dat eigenlijk een kopie was van de stuurhut van de SS Rotterdam, waar je kon ervaren hoe het was om een schip te varen, te besturen. Heel misschien wordt die ruimte weer toegankelijk voor het publiek en gaan we daar een extra beleving toevoegen. Wanneer dit is, dat mag ik nog niet zeggen. En wat we precies gaan doen, dat houden we nog eventjes geheim. Maar dat die ruimte weer toegankelijk gaat worden voor het publiek, dat kan ik u wel wat vertellen. We wachten af. Ja, het is spannend.